Deze beschouwing die gaat over de achtergrond van de milieu, klimaat, toestand, angst. De achtergrond is dat er een groep mensen onder ons is en die hebben onderling afgesproken dat als zij succesvol zullen zijn, dat ze dan de buit eerlijk onder elkander zullen verdelen. En onder die afspraak zijn ze de oorlog begonnen tegen ons, die dat dus niet weten. Wij zijn degene die niet weten van die afspraak. En wij worden bestookt met leugens. En onderwijl beroofd van direct van ons geld en ook van onze bezittingen. En dat gaat stapje voor stapje. We mochten het anders eens in de gaten krijgen. Nou, een bezit wat wij hebben, dat is land. En dan gaat het met name om land dat je kan gebruiken voor landbouw en veeteelt. Dat soort land. Dus als je een kale berg bezit die zich bevindt in het midden van de Gobi-woestijn, ja, daar is voorlopig niemand in geïnteresseerd. Maar als jij een stuk grond hebt waar jij, ergens in de Achterhoek of zo, waar jij wat leuks kan gaan doen, ja, die grond willen ze hebben. En ze willen los daarvan geld. Dus wat ze doen is, ze laten ons steeds harder werken voor steeds minder geld. En zij worden steeds rijker. Het is een parasitaire levensvorm waar we mee te maken hebben. Die parasitaire levensvorm die is in de Bijbel al benoemd onder de verzamelterm Babylon, vernoemd naar de stad waar ze toen fameus waren. De koning Nebukadnessar, die zat daar toen. Ook. De laatste koning van Babylon, dat was Hammurabi. En toen is het, ja, na Hammurabi zat de klad erin. In de regio waar ze toen actief waren, dus Babylon, die stad Babylon. En daar kwam de klad in. Misschien door een klimaatverandering. En het heeft zich toen verspreid. En het is naar het westen getrokken. En heeft zich gevestigd in Europa. Die groep, die kenmerkt zich door zaken als veel goderij. Dus een god voor dit en een god voor dat. En gewelddadigheid in hun optreden. En seksuele uitspattingen, dus een lage moraal. Maar er is ook een lage moraal als het gaat om die gewelddadigheid en dat roven en stelen en onderdrukken. Liegen. Het zijn geen fijne mensen. En in de Bijbel staat dat
die mensen succesvoller zijn als wij ons niet gedragen. Dus als wij onze moraal laten vieren, dan vallen wij ten prooi aan hun organisatie. Zo wordt in de Bijbel letterlijk gezegd dat Babylon onze straf is voor onze wandaden. En ze liegen. Dat is een hele belangrijke om dat in de gaten te houden. Ze zeggen bijvoorbeeld dat de zeespiegel aan het stijgen is. En vertellen er niet bij dat de zeespiegel stijgt sinds het begin van de 19e eeuw. Toen de industrialisatie nog op gang moest komen. Toen was de zeespiegel al aan het stijgen. En hij stijgt met, jawel, allemaal even rustig achterover gaan zitten. Even diep ademhalen. Rood in en blauw uit. Hou de hartslag in de gaten, dat je niet schrikt. Sinds het begin van de 19e eeuw stijgt de zeespiegel met 1,7 millimeter per jaar. Een verklaring daarvoor is dat de hoeveelheid ijs aan het dalen is. En ja, misschien dat de mondiale temperatuur aan het stijgen is. Want het was natuurlijk voor het begin van de 19e eeuw. Hebben wij hier in West-Europa een tamelijk koude periode gehad. Terwijl de middeleeuwen, die waren weer relatief warm. Nou, 1,7 mm per jaar, dat is geen zeespiegelstijging waar jij of ik je druk over hoeft te maken. Maar zij hebben het dan over een meter stijging. Voor de komende zoveel jaar. Ja. Zij praten rustig over een zeespiegelstijging van 10, 20 centimeter per jaar. Misschien wel hoor. Er is zo'n man, is een leugenaar, die werkt voor die organisatie. Die heet professor Dr. Bert Vermeersen. En die jaagt hier in Nederland mensen de stuipen op het lijf door te gaan lopen roepen dat het denkbaar is dat de zeespiegel stijgt met 80 meter. Bert Vermeersen werkt mee met Babylon. De vraag is natuurlijk of iedereen die meewerkt met Babylon, of die zal delen in de opbrengst. Als ze zo dadelijk dan alles in handen hebben en alles is van Hully, dan moeten er dus de baantjes verdeeld worden van wie is er. Want dan zijn wij, dat is het plan, dan zijn wij voor eeuwig hun slaaf. Dan hoeven zij echt helemaal nooit meer te werken. Ja, en wie mogen er dan in het kasteel wonen of in de kastelen wonen? En wie in de sloppenwijken? En de vraag is of iedereen die momenteel met ze meewerkt, of die zo dadelijk als de buit binnengehaald wordt, of ze mee zullen delen in de winst, in de buit, in de opbrengst. Ik denk Bert Vermeersen niet hoor. Die denkt dat hij ruimschoots beloond gaat worden. Maar dat is die man, denk ik. Ik denk het dus van niet. Ik denk dat Bert Vermeersen zijn ziel heeft verkocht aan de duivel.
Ja, door in Nederland te gaan lopen roepen over zeespiegelstijgingen van 80 meter. Terwijl we het hebben, feitelijk, over een stijging van 1,7 millimeter per jaar. Dat weet professor Dr. Bert Vermeersen heus. Waarom zou hij dat niet weten? Ik was daar binnen 10 dagen achter. En mijn vriend Wim, en dat is ook een amateur, die zei tegen mij, nou zeg dat je er 10 dagen over hebt gedaan. Als je gezocht had op internet met de juiste trefwoorden, dan zie je het zelf zo. Maar goed, ik heb er 10 dagen over gedaan. 10 dagen wachten op het antwoord van Rijkswaterstaat. Ah, 1,7 millimeter per jaar, dat is het. Dat is de zeespiegelstijging. De temperatuur in Nederland is de laatste 20 jaar niet gestegen. En ten opzichte van 100 jaar geleden lijkt er sprake te zijn van een stijging van 2 graden Celsius. Maar de temperatuur die schommelt nogal. En hij kan ook weer de komende jaren iets omlaag gaan schommelen. Want ja, iets wat schommelt, ja, dat schommelt dan weer eens omhoog en dan schommelt dat weer eens omlaag. En het is niet zeker dat die 2 graden warmer die we nu hebben, of die zal blijven. Het kan ook zijn dat we er straks weer kwijtraken. Zo gaat dat in de natuur waar dingen niet echt vaststaan. En ja, los daarvan, er zijn langjarige cycli. En die strekken zich uit over meerdere jaren. Dus die ijstijd bijvoorbeeld die we hebben gehad, dat het ijs in Drenthe lag, halverwege Drenthe. Ja, dat was dus het onderdeel van een cyclus. En je moet er rekening mee houden dat dat weer een keer kan gaan voorkomen. Je moet er ook rekening mee houden dat de laatste keer dat dat dus gebeurde in Drenthe, dat Drenthe en Groningen dus ook, en Denemarken ook, en Scandinavië ook, dat was allemaal één grote ijsmassa. Ja, dat was 10.000 jaar geleden of zo. Ja, dus als jij nu denkt van ik ga een bedrijfsplan schrijven en dan ga ik er rekening mee houden, ga ik mensen de mogelijkheid geven om als de ijstijd uitbreekt, dat ze dan bij mij een verzekering af kunnen sluiten en dan krijgen ze allemaal een geïsoleerde, thermisch geïsoleerde schuilkeldertoestand toegewezen, la la la. En dan ga ik geld voor vragen bij de ABN AMRO Bank. Nou, dan denk ik dat de ABN AMRO Bank jou zo aankijkt van hoezo een ijstijd tussen nu en 50 jaar. En als jij dan zegt tegen de ABN AMRO van ja, maar dat kan hoor, dat kan. Dan zegt de ABN AMRO tegen jou, ja joh, en hoezo dan? Nou zeg je, het is 10.000 jaar geleden ook gebeurd. Dus waarom zou het dan niet tussen nu en 50 jaar weer kunnen gebeuren? Wauw, zegt de ABN AMRO dan, daar gaan wij geen geld in steken in zo'n project. Want dat trapt niemand in. En daar trapt ook niemand in. Niemand is bang voor een nieuwe ijstijd met ijs tot in Drenthe. Maar professor Dr. Bert Vermeersen die brult dat dan wel, dat de zeespiegel gaat stijgen met 80 meter. En wat daarachter zit, is dat zo iemand als professor Dr. Bert Vermeersen, een gevaarlijke man, dat is een crimineel. In oud-Mozaïsche tijden, de tijden van Mozes, zou die man ter dood gebracht worden. Dat je het even weet, wat hij doet is een halsmisdrijf. Dus de dood, ik ben tegen de doodstraf hoor, dus ik ben erop tegen dat professor Dr. Bert Vermeers een dodelijke injectie krijgt of iets anders. Er waren tijden dat wij wel raad wisten met dit soort leugenaars. Maar die tijden die zijn er niet meer. Nu laten we ons bang maken door dat soort mensen. Wij weten dat de zeespiegel stijgt met 1,7 millimeter per jaar. En dat doet hij al ongeveer 200 jaar.
En dus gaan we ons bang laten maken door een man die zichzelf professor dokter laat noemen. Bert Vermeersen is die geboren. En die heeft het over 80 meter. Al Gore is er ook zo een, is ook een leugenaar. Die had het erover dat de Noordpool, die zou ijsvrij zijn in het jaar 2016. Het is ook zo dat Al Gore, die heeft geïnvesteerd in het bedrijf en dat verdient momenteel geld aan het verhandelen van rechten. En dat zijn rechten om koolstof, waterstoffen te mogen verbranden. Dus eerst heeft Al Gore de hele wereld bang gemaakt met verdrinkende ijsberen en zeespiegelstijgingen van hier tot Tokio. En toen werden we allemaal heel bang. Toen zijn we akkoord gegaan met dat niet zomaar iedereen meer koolwaterstoffen mocht verbranden, maar dat je daarvoor rechten moest hebben. En die rechten die werden dan verleend door de Verenigde Naties of zo. En Al Gore die zorgde voor het binnenharken van het geld. En dat is Al Gore zit dus bij de, en Bert Vermeersen ook, bij de club die ons gewoonweg berooft van geld. Geld waarmee we anders boodschappen zouden kunnen doen. Of de zorg zouden kunnen betalen voor onze oudere garde. Nou, dat geld hebben wij niet meer, want dat gaat allemaal naar dieventuig, boeventuig, onder leiding van mensen als Al Gore en Bert Vermeersen. Professor Dr. Bert Vermeersen. Deze mensen plegen halsmisdrijven. Er waren tijden, nogmaals, dan werden die lui opgepakt, op het schavot gegooid en dan rolde er een hoofd. Koppenrollen noemden ze dat. Maar die tijden zijn niet meer. Wij accepteren het, hè. En nu, het andere is het inpikken van het land. En dan gaat het dus met name om, ja, om de landeigenaren natuurlijk. Hè. Ik zal je een verhaal vertellen. Mijn vriend Wim Kruidentuin, die komt uit een agrarische familie. En zijn vader, die is lang geleden overleden. En het land wat die familie in bezit had, dat is verdeeld onder de zoons. En Wim heeft dus ook, of had, een stuk land. Ik weet niet of hij het nog heeft, maar dat had hij toen. En een van zijn broers, die kreeg dus ook een stuk land. En die wilde daar varkens op gaan. Hoe noem je dat? Ja, boeren. Ja. Heb je nog varkens? Nou ja, varkens houden, dat is het dan, ja. Maar ja, gaan ze varkens mesten, natuurlijk. Ja, en daar heeft hij een bedrijfsplan voor geschreven. Hij is naar de bank gegaan. En de bank zei, nou, dat is goed, daar willen wij wel geld in stoppen. En toen ging hij naar de overheid toe om het allemaal te finaliseren. En daar kreeg hij een stapel regels onder de neus geschoven. Allerlei eisen, milieuwetten, waar hij aan moest gaan voldoen. En hij dacht, daar heb ik geen zin in. Want dan is het niet leuk meer. Dan doe ik het niet. Als ik aan die stapel regels moet voldoen, laat dan maar zitten. Dan doe ik het niet. Dus die broer van Wim Kruidentuin, die is naar de bank gegaan en die heeft gezegd, nou, over die lening, ik hoef hem niet. Want ik doe het niet. Het is weer een veeteler minder, hè? En nu hoor ik al de veganisten en de vegetariërs lekker lopen gniffelen. Ha, 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 ha. En ze beseffen niet wat hier aan de hand is. Maar ze pikken al dat land in. Het is in de 18e eeuw opgeschreven door een Engelse econoom, Adam Smith, heet die man. En die zegt van,
de productiemiddelen die moeten in de handen zijn van de mensen die het werk doen. En op het moment dat de productiemiddelen in handen zijn van de overheid, dan heb je een systeem van slavernij. Nou, en als wij de productiemiddelen, in dit geval landbouwgrond, dat is een productiemiddel. Met landbouwgrond kan je produceren. Het is een middel tot productie. Het is een productiemiddel. Als die boeren in Nederland die grond kwijtraken, wat ze nu gaan doen, dat raken ze allemaal kwijt. Al die boeren raken die grond kwijt. Die worden onteigend uiteindelijk. Ze verkopen het en wie koopt het op? Ja, niet een andere boer natuurlijk. Nee, dat wordt opgekocht door misschien wel de Stichting Natuurbehoud Nederland. Iedereen denkt van, oh, maar dat vind ik wel fijn hoor. Ja, het maakt niet uit. Dat wordt een of andere overheidstoestand. Dat grond wordt misschien wel eigendom van de Europese Unie. Maar niet meer van de mensen die het werk doen. En het gaat even duren, maar ze hebben de aanval volop geopend. En ik heb dus hier een stukje onder ogen gekregen via Facebook van iemand die moord en brand gilde. Oh, dat was erg. Een snel actie. En dit is een publicatie van Vogelbescherming Nederland. Dat is vogelbescherming.nl, daar staat dit bericht op. En daar staan, het is een artikel met allemaal verschrikkelijke woorden als enorm en funest en schrijnend en enorm dus, maar ook massaal. En dan foto's erbij van vogels die in een slechte lichamelijke conditie zijn. Dat is koolmees met twee gebroken poten. En zwarte mees met gebroken bekken, dijbeen en scheenbeen. Ja, dat is die zwarte mees, dat is een vogeltje die is waarschijnlijk uit het nest gevallen. Want die heeft nog helemaal geen vleugel, geen veren. Ja, die is uit het nest omlaag getuimeld. En die heeft dus zijn bekken gebroken, zijn dijbeen en zijn scheenbeen. Ja, ha ha, ha 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 ha. Nou, dat soort foto's. En er staat dan hier, dit gaat dan, dit is een oorlog, hun ding is stikstof, hè. En stikstof, dat komt van de landbouw, onder andere. Ook gewoon van de industriële activiteit, hoor, maar ook van landbouw. En er staat hier, het stikstofoverschot zorgt ervoor dat ammoniak neerslaat en de bodem verzuurt. Die verzuring lost de kalk in de bodem op. Maar voor vogels, insecten en slakken is die kalk onmisbaar. Wij vinden nu mezenkuikens met gebroken poten of pootjes die haast van rubber lijken. Bij een derde van de eieren is de schaal te dun. Dus door de stikstof krijg je verzuring van de bodem. Dan lost het kalk lost op. En dan krijgen de vogels te weinig kalk binnen. En dan gaan de botten van de vogels eronder lijden. En die eieren, die ook van kalk zijn, die schalen worden te dun. Dat is het verhaal. Nou, wat is hier fout in dit verhaaltje? Nou, punt 1. Dat als je een zuur toevoegt aan de bodem, dan krijgt dat kalk, dat gaat reageren. Want kalk is van zichzelf basis. En kalk reageert dan met zuur. En dan krijg je een zout. Dan krijg je calcium.
zeg eens wat, sulfaat bijvoorbeeld. Dus als je SO2 in de lucht hebt, zwaveldioxide, en er komt water bij, dan krijg je zwavelzuur, H2SO4, en dat met kalk, dit geeft calciumsulfaat. Een calciumsulfaat, dat ken je, als het goed is, dat heet gips. Nou, met dat je dus zuur toevoegt aan kalk, gaat dat kalk niet weg. Het wordt slechts een zout. Je krijgt dan een kalkzout. Dus die verzuring lost de kalk in de bodem op. Maar hoe is die kalk onmisbaar? Ja, die kalk gaat niet weg. Ja? Die kalk blijft. Hij zit alleen gebonden aan een sulfaat. Maar calciumsulfaat, gips, lost prima op in water. Dus die kalk, die Ca2+, die is prima op te nemen door een vogel. Hoor. Dus als een vogel calciumsulfaat binnenkrijgt, als een vogel dus een beetje gips binnenkrijgt, ja, dan heeft hij zijn calcium weer binnen. Snap je? En calcium in zijn, ja, het is allemaal zo simpel, ja? Dus punt 1, dus als je een zuur in de bodem krijgt, dan krijg je dat het kalk, als het in de bodem zit, dat een kalkzout wordt. En het is niet zo dat het kalk dan verdwijnt uit de bodem. Dat is punt 1, dat is de eerste fout die erin staat. Tweede fout die erin staat, is dat ammoniak, NH3, dat is niet zuur, dat is basis. Dus ammoniak met water, dat wordt ammonia. En dat lost kalk juist niet op. Ah, dit is dan Vogelbescherming Nederland. Die liegt. Die is ook keihard te liegen. Interesseert die mensen helemaal niks. Die man die dit gezegd heeft, die is Arnold van der Burg, heet hij. Als hij echt bestaat, ik vraag het me af. En het bureau waar hij voor werkt, dat heet Biosfeer. Of sfeer. Bios. Ja, bio en dan sfeer met S-P-H-E-R-E. En dat bureau kan ik op internet helemaal niet vinden. Ik vraag me af of dat bureau wel bestaat. Ik zou Vogelbescherming moeten mailen met een vraag van, bestaat dat bureau wel? En waarom liegen jullie in dit artikel? Je gaat mij niet vertellen dat dit een foutje. Oh, sorry, dat hadden we niet in de gaten. Je weet toch dat ammoniak een basis is? Wat dat nou? Dat lost vetten op. Oh. Maar zo liegen ze dus. Bij Vogelbescherming doet het lekker mee. Als die boeren het land maar kwijtraken, daar gaat het om. En al deze mensen, nou, ik zeg niet dat iedereen die bij Vogelbescherming werkt, dat die op de hoogte is van de scam. En dat ze in die zin er intensief aan meedoen. Maar mensen die bij Vogelbescherming werken en dit artikel, dat ze ervan weten en niet intern hebben ingegrepen. Want dit artikel, dat staat al meer dan 2 weken op internet. En iedereen kan dit toch lezen. Iedereen kan toch ja, zo op Wikipedia het woord ammoniak zoeken. En zien dat het geen zuur is. Dus. Dus mensen bij de Vogelbescherming, ja, laat maar zitten. Het. Gevaarlijke mensen. Kijk, en de natuur in Nederland, die staat zwaar onder druk.
Ja, dat heeft er veel mee te maken dat de bevolking in Nederland heel erg aan het stijgen is. Het aantal mensen dus. En mensen nemen levensruimte in. En de bevolking in Nederland stijgt niet doordat de Nederlandse mens zoveel kinderen krijgt. Want de Nederlandse vrouw die krijgt maar 1,3 kind per persoon. Dus de Nederlandse bevolking, hè, dus toen ik geboren werd, toen bestond 100% van Nederland uit een Nederlandstalige, Nederlands geboren mensen. Ja, een paar buitenlandse mensen er wel tussen, wat Duitsers en wat Engelsen, maar nee, het gaat. We waren allemaal West-Europeaan. En die groep, die is niet toegenomen. De bevolking in Nederland wel. En die mensen komen allemaal van buiten. Maar als je hier in Arnhem door de stad loopt, ja, er zijn dagen dat je meer mensen van buiten ziet dan West-Europeanen. Wij dalen in aantal. Met 1,3 kind per vrouw dalen wij met een tempo van 35% per 25 jaar. 35% per generatie. En een generatie is ongeveer 25 jaar. Dus als je 25 jaar wacht, heb je 35% minder oorspronkelijke Nederlanders hier. Wij zijn aan het dalen. Dus dat de natuur in Nederland last heeft van de bevolkingsdruk, dat komt niet door ons. Dat komt door die buitenlanders die hier naartoe komen. En dan hoor je mij niet zeggen dat al die buitenlanders eruit moeten. Maar je hoort me wel zeggen, punt 1, ik vind het genoeg geweest. Als ik hier over straat loop en dat ik dan soms wel de helft of meer dan de helft van de mensen om me heen, die komen niet eens hier vandaan. Die komen uit Irak en Iran en Koerdistan en Kenia en Somalië en ik raak de tel kwijt. Ja, ik vind het genoeg geweest. En dan hoor ik er ook nog berichten bij dat in de gevangenissen, dat daar 62% van de gevangenispopulatie, dat zijn buitenlanders. Ja, wat denk je dat geintje kost? Met andere woorden, 2/3 van de kosten van ons strafsysteem, dat komt door buitenlanders. 2/3. En als we geen buitenlanders hadden, dan was het hele ministerie van Justitie en Veiligheid, voor zover dat zich bezighoudt met het opsporen en berechten en vastzetten van criminelen, dat deel van het ministerie van Justitie, ja, als we alle buitenlanders even wegdenken, dan dalen die kosten met meer dan 60%. Ik vind het genoeg geweest. Dus er hoeven wat mij betreft geen buitenlandse mensen meer bij. En als die dan allemaal zo nodig moeten vluchten, is allemaal heel zielig. Maar Nederland is niet het enige land op deze aarde. Er zijn genoeg landen, laat ik het zo zeggen, we maken een lijstje van alle landen. En alle landen die in de afgelopen zoveel jaren hebben ze zoveel mensen opgenomen, zoals bijvoorbeeld Nederland. Wij hebben miljoenen opgenomen. Zweden ook. Wij hebben, ja, dus 30, 40, 50% van de mensen hier in Nederland is vluchteling op een of andere manier. Nou, en nu is het afgelopen. En nu zijn de landen aan de beurt waarbij dat percentage aanmerkelijk lager is. Bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en Jemen. Suriname.
Bolivia, Guatemala. Zuid-Korea. Noord-Korea. Ja, toch? Maar goed, dat gebeurt dus niet. Er komen hier jaarlijks de instroom in Nederland qua vluchtelingen. Eens kijken hoor, immigratie Nederland. In 2018 ja, je praat ongeveer over 100.000 mensen per jaar. En die mensen die van buiten naar binnen komen, die hebben ook meer kinderen per vrouw dan wij. Ook dat nog. Want er staat hier dat er dus 11.000 meer mensen geboren zijn in Nederland dan dat er overleden zijn. Ja, dat komt dus niet door de oorspronkelijke bewoners van Nederland. Want die hebben maar 1,3 kind per vrouw. Dus wij zijn aan het dalen met 35% per generatie. Dat kan dus niet leiden tot een stijging ten opzichte van het aantal mensen dat overlijdt. Dus als je maar 1,3 kind per vrouw hebt, ja, omdat je een mannetje en een vrouw hebt, je hebt dus maar 1,3 per 2. En 1,3 gedeeld door 2 is 65%. Dus vandaar die daling van 35%. Snap je? Maar dan komen dus 11.000 geboortes bij. Ja, dat komt van die buitenlandse mensen, dat kan niet anders. Dus dan praat je over een aanwas, ja, meer dan 100.000 mensen per jaar, wat er in Nederland eventjes bij komt. Ja, dat is een stad ter grootte van Arnhem en omstreken. Snap je? Die mensen moeten toch ergens wonen? En we zijn al het dichtst bevolkte land van Europa. En dan krijg je problemen met je natuurgebieden. Dat lijkt me nogal wieders. Nederland barst uit zijn voegen. En dat is het punt. En het heeft niks te maken met de Nederlandse boer. Ik hoorde zo'n verhaal van een boer en die moest terug van 100 naar 80 koeien. Want die 20 koeien die konden er niet meer bij. Nee. Maar wel 100.000 migranten het komende jaar. Die kunnen er wel bij. Maar niet die 20 koeien voor die boer. Vol is vol, werd er tegen die boer gezegd. Nee, dus een koe mag niet. Maar wel 100.000 mensen uit Somalië. Ja, dat is je ding. Daar moet je over na gaan denken. Als jij zo graag de Hoge Veluwe wil redden. Want de bevolking in Nederland die stijgt nog steeds.
Even doen, bevolkingsgroei. Groei Nederlands. Kijken wat hier staat. Ja, we zitten momenteel op 17 miljoen. En welke stijging is dat dan per jaar? Bevolkingsontwikkeling per maand. Ja, het is ongeveer 100.000 per maand wat we groeien. Dat is dus gedeeld door 12, zeg maar 8.000 per 100.000 per jaar, dus 8.000 per maand groeien wij. 8.000 woningen. Ja, niet hoor, niet echt waar, maar natuurlijk ook gezinnen. Maar 8.000 slaapplaatsen moeten er per maand bij komen. En 8.000 OV-chipkaarten en 8.000 mensen die per dag moeten eten. En hun kinderen willen onderwijs. En, hè? Dus anders gezegd, in januari 2018, begin 2018, hadden wij 17,2 miljoen mensen hier in Nederland. En nu zitten wij op 17,4 miljoen. En dat gaat lekker door. Dit zijn enorme aantallen hoor. Dit moet opgehoest worden in geld ook, nog een keer. Want deze mensen leveren niets op, hè, voor ons. Je moet niet denken dat je hier rijk van wordt. De mensen die ik ken en die van buiten komen, kennen misschien bij elkaar een stuk of 10, 20. Ja, dat nou, die hebben een uitkering. Ze hebben een uitkering en een grote mond. Zo is het toch echt hoor. Of dat trouwens bijkomt hier, de immigratie. Maar wat hier binnenkomt, er zijn hogere aantallen, maar er gaan ook mensen weg, zie ik hier staan. Maar ja, ga er maar vanuit, de bevolking van Nederland groeit. En niet doordat wij kinderen krijgen, nou, omdat er heel veel mensen in Nederland komen. En al die mensen nemen ruimte in. En die ruimte, ja, die wordt dus dan ingenomen en dat gaat ten koste van, puntje, puntje, puntje. Ja, en die ruimte die wordt dus dan voortaan ingenomen door die mensen die van buiten hier naar Nederland zijn gekomen. En daar kan niet meer de geelgerande bruinkikker kwaken. Nee. En waarom komen al die mensen hier naartoe? Ja, dat is precies dezelfde agenda als die agenda die dus wil dat die boeren hun land inleveren.
Ze willen namelijk de hele autonomie van Nederland, dat dat afgelopen is. En zo dadelijk, ja, is nog maar 30% hier in Nederland bestaat dan uit mensen die, ja, gevoelsmatig een gevoel hebben bij Nederland. En de rest heeft zoiets van, ja, ik ben hier naartoe gekomen en ik heb helemaal niks met dit land. Die vinden alles wel best. Die stemmen ook allemaal lekker links. En links is precies de politieke stroming van die globalisten. Van die jongens van de paus en zo. Die jongens van Babylon. Die zijn links. En zo gaan wij er allemaal aan. En iedereen die dus meedoet met die milieutoestanden, die doet lekker mee met deze agenda. En loopt weg voor het feitelijke probleem. En het feitelijke probleem is dat er in Nederland steeds meer mensen bijkomen. Mensen die allemaal ergens moeten wonen. Snap je? En dan gaat het ten koste van de natuur. En is het erg dat in Nederland die natuurgebieden eraan gaan? Ja, ik vind het niet zo heel erg, moet je zeggen. Maar ik maak me wel, wat mij dwars zit, zijn die vliegtuigsporen die je in de lucht ziet. Dat is een relatief nieuw fenomeen. Dat speelt pas sinds een jaartje of 25. En daarvoor was dat helemaal niet. En ik heb toch die knagende vraag van wat is dat voor een fenomeen? Waar komt dat vandaan? Nou, je hoort er de laatste tijd niet zoveel meer over op Facebook. Mensen die zich daar druk over maken. Maar de vraag is niet beantwoord. Ik heb hem wel gesteld, ook aan het KNMI. Ik krijg geen antwoord. En die dingen met die elektromagnetische straling voor zo'n draadloos netwerk wat ze dan aanleggen. Daar heb ik ook zo'n knagend gevoel bij van, is dat wel helemaal gezond en zo? Is dat echt wel fijn? Of is daar iets mee? En ik zie, of ik merk dat op, dat iets als hommels en bijen en zo, dat ja, het is net alsof er minder zijn. In Duitsland hebben ze dat ook geconstateerd. In Duitsland hebben ze het geconstateerd met een officieel onderzoek. En dan kwamen ze erachter dat de insectenpopulatie in Duitsland met 80% gedaald is. Ja, dat vind ik toch wel zorgelijk. En waar komt dat vandaan? En dat komt niet van de boeren. Want in die sector is niet veel veranderd. Die sector is eerder achteruit gegaan. Dus daar kan het niet van komen. Maar ja, waar dan wel van? Maar dan mogen jullie met mij over mee gaan nadenken. En ja, je mag met mij ook het KNMI gaan bellen en vraag ze daar eens naar die persistente vliegtuigsporen die dan maar blijven hangen in de lucht. Want wat is dat nou? Snap je? En als je mensen in jouw omgeving hebt die gekke verhalen vertellen over stikstof, ja, zeg dan rustig dat Vogelbescherming Nederland, dat die liegen. Als het gaat om ammonia.
En ammonia leidt niet tot een verzuring van de grond. En dat die leugenaars moeten stoppen. Ja? Ik bedoel, de waarheid is het enige dat iets te bieden heeft in deze tijden van ontluistering en leugens. Ja? Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie, tjus en dag lieverds.